je het gehoord? Victoria Charles heeft slaap. Hallo, we komen voor mevrouw Wolf. Ja, omdat hij dus 5 minuten op haar parkeerplek stond. 5 minuten maar. En hallo? Sorry. Sorry, ik... Linda, zou dit rek alsjeblieft even naar sales kunnen brengen? Ik zag je niet. Geen probleem, ik stond in de weg. Ben jij de nieuwe stagiair? Ja. En jij ziet er altijd zo uit? Nee, foutje. Ja, laat maar. Even kijken. Dat ziet er heel veelbelovend uit. Ik ben benieuwd of je ons kan verrassen bij Wolf Fashion. Ik denk het meneer, wel. Meneer, wij komen voor de stage. Oh, nog meer stagiaires. Ja, duh. Ja, het is een beetje een gekkenhuis hier, want de nieuwe collectie moet af voor Fashion Week. Ik ben Lucien, de assistant director. Volg mij maar. Dit is de secretaresse. Daar heb je geen reet aan, dus directe vragen aan mij alsjeblieft. De nieuwe tassencollectie in 4 nieuwe trendy kleuren. En die zijn voor de ogen, niet voor de handen. Dankjewel. Oh, sorry. Dit is de afdeling waar jullie zullen gaan zitten. Ik wilde dat alleen maar de ontwerpen van mijn schoen laten zien. Ja, dat soort dingen gebeuren hier dagelijks. Victoria loopt haar dagelijkse ronde. En zo te zien heeft ze ontzettend veel zin om jullie straks te ontmoeten. Goed. Tijdens jullie stage maken jullie een ontwerp voor de Young Talent Award. En tot nu toe hebben we die altijd gewonnen. No pressure. Morgen presenteren jullie je eerste moodboards aan Victoria. Oké, wij zijn een team. Oké. Oké, dames. Welkom bij Wolf Fashion. Kun je even meekomen? Ja, tuurlijk. Ik was toch al klaar. Oh. Zijn jouw vriendinnen altijd zo... Afschuwelijk? Het zijn niet mijn vriendinnen. Nou, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja. Gaat je veel beter. Oh, wauw. Dank je. Is Victoria echt zo... Afschuwelijk? Laten we zeggen dat ze een gebruiksaanwijzing heeft. Een hele lange. Hoe kan zij nou al klaar zijn? Ik denk dat ze het niet serieus neemt. Laten we even een kijkje nemen. Max heeft dus de hele tijd aan mijn kop lopen zeuren om mee te gaan naar die dance battle. Ik heb echt nog geprobeerd om het uit zijn hoofd te praten. Wordt natuurlijk één grote afgang. Hé, jij danst toch helemaal nooit? Jawel. Wanneer dan? Gewoon als ik thuis ben. Weet je zeker dat je dit gaat doen? Ja, wat heb ik te verliezen? Je imago. Nou, en bedankt. Ik heb geroepen. Wacht maar.
vriendje van jou zo goed kon dansen. Ik heb geen vriendje. Verbaas me niks. Oh, yes. Kom je op? Helaas. Mijn party is alleen maar voor coole mensen. Ja. Maar je mag best komen serveren, hoor, als je zin hebt. Oké, het is tijd om de winnaar bekend te maken. Wie komt er bij onze dansgroep? En Max was... de loser. Ik had het al gezegd. Ik vind je echt supergoed. Ja, nou ja. Ik heb niet zoveel aan, hè. Yo, dude. Dat was echt goed, man. Dank je. Een goede mos. Smeagol. Wat vond je ervan? Nee, dat is goed. Wat bedoel je? Waarvan? Waar stond je nou net naar te kijken? Naar de dance battle. Vond ik echt uber cool. Super vet. Toppie. Oh my god, zei ik nou toppie? Hé, hey, liefje. We staan er met onze schoonmaakster te praten. Kom, zin in de mojito. Ik ben echt een onwijs loser. Wat moet Vince nu van me denken? Wat zie je in hem? Nou ja, hij is stoer, knap, mooi, aantrekkelijk. Heb ik al gezegd dat hij heel knap is? Ik vind hem gewoon heel aardig. Geen volgers erbij. Wel 17 haatmailtjes. Ach ja. Mijn tijd komt nog wel. Victoria, ik denk dat wij misschien een beetje op de verkeerde voet zijn begonnen vorige keer. Maar ik denk dat oranje gewoon als kleur een gedurfde keuze is. Jacques. Maar, dit is toch kansloos? Kunnen we het erover hebben? Kunnen we zeggen, oké, jij wil iets minder oranje, ik wil wat meer oranje. Kunnen we uitkomen op een soort midden-oranje? Hier gaan wij onze naam niet aan verbinden. Maar Victoria... Dag. Laten we proberen om er gewoon als volwassenen uit te komen. Gooi ze weg! Ik krijg er gewoon jeuk van als ik er langer naar kijk. Waar waren we? De presentatie van Tiffany. Oh ja, ga verder. Goed, laten we beginnen. Zoals je ziet zit hier heel veel tijd en energie in. En we hebben het echt helemaal zelf bedacht. What the fuck? Mijn presentatie! Mijn inspiratie is de regenboog. Wit en rood, dat is... praktisch roze. Roze is echt mijn lievelingskleur. Ja, dat is echt zo. Mm-hmm. Oh, mijn haar! Dat was mijn presentatie. Dat zag er minder blond uit dan wat we hadden verwacht. Dankjewel, Victoria. Volgende. En hier verwacht ik echt veel van. Doe maar. Je mag. Het lijkt misschien een klein beetje op die van Tiffany. Ik heb me ook laten inspireren door kleur. Maar bij mij heb ik toch geprobeerd om er te werken met net wat meer verschillende materialen. Met een natuurlijke touch. In een... Dankjewel. Voor deze presentatie.